Dit jaar is er wel wat veranderd bij Place d'Arry. Hoewel de organisatie meer verschillende soorten kunstenaars heeft weten te strikken, waren de financiën deze keer wel een heikel punt. Hoofdsponsor Academica had zich namelijk teruggetrokken en Herman Koekoek moest daarom hard op zoek naar nieuwe geldschieters. Ja, ik ben van januari tot eind maart echt continu bezig geweest om sponsor te werven. Dat is echt een vak apart, dat is echt heel moeilijk. Maar uiteindelijk is het gelukt. Met het binnenhalen van de nieuwe sponsors is het evenement ook voor de komende jaren veilig gesteld. Nee, die duurt tenminste weer 6 weken. Ik bedoel, de sponsors die nu hebben toegezegd, hebben voor tenminste 3 jaar toegezegd. 2 zelfs voor 5. Dus dat gaat in elk geval door. Veel last hadden de organisatie en de deelnemers wel van het slechte weer. Daardoor kwamen er minder bezoekers en moest er zelfs een dag geheel worden afgelast. Maar met het zonnetje erbij werd het afgelopen zondag weer goed gemaakt. En kwam het concept van Place d'Arry goed tot zijn recht. Ik vind het concept van Place d'Arry vind ik nog steeds een uniek concept. Hè? De combinatie van beeldenkunst en live muziek en de kinderworkshops die we nu gedaan hebben. En wat ik nog wel wil is om de kwaliteit van het geheel nog wat omhoog halen. Proberen om nog betere beeldkunstenaars aan te trekken. Hoewel de organisator nog wat verbeterpunten ziet, is hij eigenlijk al best tevreden. Dit omdat de deelnemers dat ook zijn. Kijk, als zij tevreden zijn, dat is al het eerste, zeg ik met de boekenmarkt ook altijd. Kijk, als de handelaren tevreden zijn, dan moet je als organisator ook tevreden zijn. Want die handelaar is tevreden als de goede markt is. Er is een goede markt als er voldoende publiek is. En er wordt voldoende verkocht. En dan heb ik ook zoiets van, ja, dan is het goed. En uiteindelijk ben ik tevreden als op een bepaald moment het geheel op een, op een kwaliteitsniveau staat. Maar goed, het is iets van meerdere jaren. Dat je zegt van, ja, nou laten we ook inderdaad kwalitatief wat zien. Place d'Arry duurt nog tot en met 14 augustus en is dus nog 2 weken te bezoeken op de vrijdagavond, de hele zaterdag en de hele zondag.